vrouwen in Scheveningen zijn straatintimidatie spuug en spuugzat. Ja, vrijdag gaan ze protesteren bij het beeld van het vissersvrouwtje wat daar staat op de boulevard. Het vrouwtje zou er eigenlijk voor moeten zorgen dat vrouwen zich veilig voelen. Het is een soort van baken voor die vrouwen daar. Maar eigenlijk zorgt het nu op dit moment voor heel veel problemen. Daaromheen is het namelijk zo dat jonge meisjes die in de strandtenten hebben gewerkt weer naar huis lopen, constant worden achtervolgd, nagefloten. Ze krijgen seksueel getinte opmerkingen naar hun hoofd. En soms worden ze zelfs door mannen op scooters achterna gezeten totdat ze thuis zijn. Ja, heftig dus daar. Vandaar dat ze nu op vrijdag daar gaan demonstreren. En ook in Enschede is het goed mis. Daar is een meisje van 19 met een petitie begonnen. Meerte van der Houwen heet ze. En ze heeft 17.000 handtekeningen opgehaald. Gisteren heeft ze die aan de gemeenteraad gepresenteerd. En het is dus ook zo daar dat eigenlijk exact hetzelfde gebeurt als in Scheveningen. Het is dus een probleem wat eigenlijk wel in ons hele land groot is. Precies. Waar speelt dit niet inderdaad? En mevrouw Jasielkus, u heeft dit ook al heel lang geleden bespreekbaar gemaakt in Amsterdam. Dan, ja. Toen u daar nog in de gemeenteraad zat. Maar wat kunnen we nu echt doen? Want het blijft maar doorgaan. Het blijft maar doorgaan. Wat je bijvoorbeeld in Scheveningen, ik hoorde gisteravond ook wethouder Revis van de VVD zeggen, we gaan hier echt hard optreden. Wij gaan zorgen dat er handhavers zijn, dat er agenten zijn, dat het zichtbaar is, dat we dit niet tolereren en dat je meteen ingrijpt. Dat is wat je elke keer moet doen. Je wilt natuurlijk dat mensen thuis al leren dat je met je poten van een ander afblijft, dat je respect hebt voor vrouwen, hè, dat je dit soort dingen niet doet. Mm-hmm. Maar als dat niet daar geleerd wordt en je denkt dat de straat van jou is, terwijl de ander daar gewoon het recht heeft om vrij rond te lopen in de kleding die ze zelf wil, op het moment dat ze zelf wil. Ja, dan moet je gewoon hard optreden. Je moet zorgen dat je achter die jonge meiden staat. Ja. En dat je tegen het tuig zegt, de straat is niet van jou. Hard optreden, maar in Amsterdam, daar wordt helemaal niet gehandhaafd. Ja, dat wordt helaas. We hebben daar heel hard gewerkt om het strafbaar te stellen. Dat heeft Rotterdam daarna ook gedaan. Toen heeft de rechter gezegd, dit kan je niet lokaal regelen, dit moet je landelijk regelen. En de burgemeester in Amsterdam heeft eigenlijk vrij snel naar haar aantreden gezegd, ja, dit is ingewikkeld, dat ga ik niet handhaven. En wat mij betreft is het signaal dat je dan vervolgens laat zien, is, je redt jezelf maar. En je kunt niet tegen een meisje van 17 zeggen, jij kunt er niet bij lopen zoals je wil. Je kunt niet normaal van je werk naar huis lopen. Intimidatie hoort er nou eenmaal bij. Dat hoort er niet bij. Nee. En je kunt inderdaad, wat de wethouder in Den Haag nu heeft aangegeven van de VVD, zeggen, ik ga de politie neerzetten, ik ga de handhavers neerzetten, die gaan die gasten aanspreken. Dat kan natuurlijk allemaal wel, hè? Ik bedoel, daarvoor heb je geen wet nodig. Dit is niet normaal gedrag. Meneer Segers, u heeft heel veel dochters ook, hè? Heel veel. Heel veel dochters, maar wat een... Oh, drie. Nou, in ieder geval, wat hoort u van hen? Ja, echt, wat zij aan seksueel getinte opmerkingen naar hun hoofd krijgen, het maakt me zo ontzettend kwaad. Wat ik dan gaaf vind, is dat zo'n meisje in Enschede opstaat en zegt, ik ga gewoon een petitie beginnen. Ja. Ik zeg iets terug. Ik zeg dat het niet normaal is. Nou, dat doen mijn dochters ook. Die zeggen gewoon, die geven een grote bek terug. En heel goed vind ik dat. Ja. Maar het is niet normaal. Dus handhaven, aanspreken, echt op elk niveau. Opvoeden, op school bespreekbaar maken. Doe normaal. En als omstanders ook, help die meiden. Doe ook iets. Doe iets, moeie ermee, bel de politie. Maar laat ze daar niet alleen in onveiligheid lopen. Heel